Leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ben ik bij Franklin Leslie, van Park Mitterapors. Welkom. Dank je. We gaan het hebben over keuringen. Ik heb er speciaal voor gekozen om hierheen te gaan. Eén, omdat ik van verschillende mensen had gehoord dat het een fijne kliniek is die betrouwbaar is. Dus ik had een mailtje gestuurd en toen heb jij geantwoord. Klopt, dankjewel. Je had een vraag over keuringen. Ja, ik heb een vraag over keuringen. Wij hebben nu 2 ponies en een paard gekocht. En toch merk ik dat er best wel veel vragen over zijn. En ik denk dat het dan handig is als we dat gewoon een keertje op video uitleggen. En daarom heb ik jou gemaild. Ja, hartstikke goed. Ja, in het begin is het natuurlijk even duidelijk, wat is een keuring hè? En waarom keur je eigenlijk? En waarom keur je? Wat mijn idee van een keuring is dat je eigenlijk een inschatting wil maken, een idee wil maken van het paard of de pony die je wil kopen. Van past die medisch gezien bij wat ik wil gaan doen? En zitten er risico's aan? Waar moet ik rekening mee houden? Zijn er dingen in het management waar ik speciaal op moet letten? En hoe bedoel je in het management? Nou, bijvoorbeeld als je weet van bij een keuring kun je een inschatting maken van de kwaliteit van een been, van een rug, van een hoef. En dan weet je dat ene paard is niet het andere paard. Sommige paarden hebben meer aandacht nodig voor het perfect liggende zadel. Andere paarden hebben wat meer aandacht nodig voor qua beengebreken of hoefkwaliteit. En dan dat is wat je eigenlijk met een keuring doet, is je maakt een inschatting van de kwaliteiten, maar ook de risico's van het paard. Ja. En daarbij kijk je van passen die risico's bij mij in eerste instantie? Of vind ik iets bij wat ik wil gaan doen, vind ik dan te hoog risico of een niet acceptabel risico? En wil ik daarmee dat risico niet aan? En gaat het daardoor niet door? Aan de andere kant, als elk paard wat gebruikt wordt, kan wel wat aanmerkingen hebben. Geen enkel paard is helemaal perfect. Het kan prima zijn dat je daarmee een leuke toekomst tegemoet gaat. Maar het is wel fijn om dan van tevoren al te weten van waar moet ik rekening mee houden of wanneer waar moet ik op letten en wanneer moet ik aan de bel trekken erbij. Dus als ik kijk naar mijn eigen paard, dan kocht dat de eigenaar van tevoren al gezegd van die heeft niet zomaar zadel op de rug liggen. Die heeft echt wel een goed zadel nodig, want anders valt er niet op te rijden. Dat bleek ook zo te zijn. Maar dat heeft ze van tevoren aangegeven. En nou ja, goed, dan koop je één keer een duur zadel of dat laat je aanmeten en dan ben je klaar. En zo zijn er dus ook andere dingen die zouden kunnen zijn die acceptabel zijn. Absoluut. Ja. Zoals? Nou, je weet bij paarden die bijvoorbeeld op een hoger niveau hebben gelopen en die daardoor daarna willen gebruikt worden voor als juniorenpaard of juniorrijderpaard. Die best wel wat slijtage kunnen hebben hier en daar, maar daar prima mee kunnen functioneren. En dan is het inderdaad iets van dat je moet weten van hoe min ik dat? Heb ik een bepaald speciaal beslag nodig daarvoor? Okay. Heb je toch misschien af en toe een behandeling nodig om daar langer mee te gaan? En is dat dan in de zin van een dierenartsbehandeling of bedoel je ook iets als een chiropractor? Ik denk dat alles bij elkaar inderdaad. Ik denk altijd, we zien zelf eigenlijk mezelf altijd een beetje als speel daarin. En dan een dierenarts een beetje aangeeft van, eerst je hebt een diagnose van het paard. Je kijkt van, hoe zit het paard in elkaar, welke problemen heeft hij? En dan voor een probleem is het echt niet nodig dat altijd door een dierenarts behandeld wordt. Maar dan kan inderdaad de chiropractor kan dat. Of je moet inderdaad zeggen van, ik bij dit paard die is zo gevoelig op zijn rug, daar moet de zadelmaker wel elke half jaar controleren. Ja. Paarden die makkelijker gebitsproblemen hebben. Of gevoeliger zijn voor voedingsveranderingen. En daarmee kan je dus inderdaad een inschatting maken van welke mensen om je heen heb je nodig om dat zo goed mogelijk te begeleiden. Om het voor jou en voor het paard zo plezierig mogelijk te maken. Dus het wil niet zeggen dat als een paard iets mankeert of gevoelig is op iets, dat niet per se afgekeurd hoeft te worden? Nou ja, absoluut. Ik denk wat we tegenwoordig ook hebben is dat we niet zo graag meer praten over afkeuren of goedkeuren. Okay. Wat we hebben eigenlijk is dat we maken een risicoanalyse. En die risicoanalyse is heel gebaseerd op wat wil jij met het paard en hoe zie je de toekomst met dat paard? Ja. En dan gaan we kijken en we zijn natuurlijk tegenwoordig hebben we steeds meer mogelijkheden met beeldvorming. We kunnen röntgenfoto's maken, we kunnen echo maken, zoals MRI, scintigrafie. En daarmee kunnen we steeds meer inschatting maken van wat zijn bij dit paard de veranderingen daarin. En dus ook van zijn daar risico's aan verbonden. En sommige risico's zullen absoluut geen probleem zijn voor het beoefenen van de sport. En dat is dus een beetje afhankelijk van je eigen wensen en ook je eigen ervaringen. Dus eigenlijk moet je het idee van een perfect goed gekeurd paard eigenlijk ook loslaten. Nou ja, als je een heel jong paard koopt, kan het best zijn dat je daar nog helemaal niks van op ziet. Nee. Maar een paard wat wel enigszins wat gedaan heeft, vind ik het niet abnormaal dat je daar soms als slijtage in ziet. Oké.
Dus dan weet ik dat ook weer. Ze worden niet allemaal 100% goedgekeurd. Dan heb je een paard gevonden, dan kom ik bij jou en dan zeg ik, nou, ik ben Franklin, ik wil graag dat je mijn paard keurt. Ja. Wat is er allemaal mogelijk? Ja, het eerste moeten we inderdaad dan even een gesprek houden over van wat jij inderdaad wat je wil gaan doen met het paard. Dat we samen kunnen besluiten. Dat wat voor soort keuring? Nou, wat voor soort keuring heb je? Het begint bijna altijd met een klinische keuring. Ja. En met een klinische keuring wat we kijken is inderdaad dat we kijken het paard na, we voelen het paard helemaal na, we laten hem lopen, we luisteren hem na, we kijken zijn ogen na. Vaak nemen we standaard ook bloed af wat we bewaren of nakijken op bepaalde afwijkingen. En dan hebben we dus een idee van hoe is het paard. En dat is eigenlijk het belangrijkste gedeelte van wat zien we afwijkingen in het bewegingspatroon. En zien we afwijkingen inderdaad aan de botten, pezen, spieren, het gebit en dat soort dingen. Daarna maken we vaak een röntgenologische keuring. Dus dan maken we foto's van de benen waar we eigenlijk uitgaan van de plekken waar de meeste afwijkingen zitten of zaten. Daar maken we een set foto's van om te kijken of zijn die inderdaad binnen normaal. En is dat eigenlijk aan te raden om dat altijd te doen of is dat niet altijd nodig? Het is een beetje afhankelijk van ik denk dat als je foto's maakt dat je daarmee meer weet over je paard. En dus een betere inschatting kan maken van dat paard. En in sommige gevallen kun je best zeggen, van, het is, als die klinisch gewoon goed is, is het niet nodig om daar, en er zijn geen afwijkingen bij, is het niet direct nodig om daar foto's van te maken. Maar het geeft je wel meer informatie over zo'n paard. Voor mezelf zou ik zeggen, voor mij zou het een stukje zekerheid meegeven. Het zal nooit 100% zijn, denk ik. Nee. Maar het geeft wel een fijner gevoel als je foto's laat maken. Ja, precies. En dus daarmee koop je misschien iets makkelijker. Ja, en die zit je misschien ook gewoon zelf prettiger erop op het paard. En ook in een andere kant van je weet meer over je paard. Dus je weet ook als er kleine afwijkingen zijn waar je op moet letten. En dan kun je aangeven, nou, let op hier op dit plekje wat dat niet meer gaat stellen of dat iets warmer wordt of pijnlijker wordt. Okay. Let op je bepaald paard weet en je weet dat er een bepaalde blessure bij zit. Let op met deze oefening, doe die niet te vaak. Let beter op de symmetrie hier of daar. En daarmee kun je dus inderdaad wel meer handvaten geven om het paard gewoon langer mee te laten gaan. Dat is sowieso heel prettig. Er zijn natuurlijk ook paarden die uitstekend op blessure kunnen lopen, maar misschien niet zo vaak mee kunnen springen. Nee, dat er zijn aandoeningen die inderdaad meer te lijden hebben bij het springen dan op het blessure en andersom. Dus ik denk inderdaad dat je daar een inschatting van kan maken. Naast röntgenologische onderzoek heb je dan ook echografie. Wordt tegenwoordig nog niet standaard veel gedaan. Nee, dat, het moeilijke ervan is dat de interpretatie wat subjectiever is. Dus iemand moet dan goed kunnen echoen om daar een goede kwaliteit beelden van te krijgen en ook genoeg ervaring hebben om daar iets over te zeggen. Uh-huh. Maar aan de andere kant zien we dat de meeste problemen momenteel bij paarden en sportuitvallen toch steeds meer peesblessures worden. En blessures die niet te zien zijn op foto's, maar wel op echografie. Dan dezelfde keuring kan je nog uitbreiden met allerlei andere onderzoeken. Mocht er aanleiding voor zijn of mocht je inderdaad in het verleden daar ervaring mee hebben dat je dat... Ja, dat zei je tegen mij. Dat vond ik wel echt een dingetje. Dingen waar je gevoelig voor bent. Nou ja, jullie weten allemaal dat ik heel gevoelig ben voor hoeven. Dus ik wil altijd de hoeven op de foto hebben om te weten of het een dunne of een dikke hoefbed is. Maar dat zit er eigenlijk standaard in. Maar er zijn meer mensen die gevoelig zijn voor dingen. Heb je voorbeelden? Nou ja, absoluut. Als je mensen hebt die al een paar keer een paard hebben gehad waar het fout ging op rugproblemen. Dan zullen die gevoeliger zijn voor een paard die een milde vorm van Parkinson's spine heeft. Terwijl een milde vorm van Parkinson's spine helemaal geen probleem hoeft te geven. Okay. Dus dat is zo'n beheersbaar iets wat je met behulp van bepaalde specialisten nog heel prima zou kunnen managen? Waar we ook nog niet helemaal zeker weten van welke vorm van Parkinson's spine geeft daar nou geeft pijnlijkheid en welke niet. En dat is, we weten wel dat er, het is natuurlijk makkelijker dat je een heel slechte rug ziet op de foto. Dan is dat natuurlijk een heel duidelijk, een heel goede rug op de foto, is dat ook een heel duidelijk antwoord. Maar daartussenin zit er heel veel. En dan is het natuurlijk bij een rug, moet er natuurlijk zoveel bij kijken. Van zijn er geen subtiele kreupelheden, hoe is het management, hoe is je eigen rijkunst. Als je een slechte ruit op een paard zet, kan hij daar ook rugpijn van krijgen. En als dan foto's worden gemaakt en er blijkt dat daar wat lichte kissing spine in komt, krijg je dat natuurlijk al gauw weer schuld. Ja. Je eigenlijk al van tevoren wist van die kissing spine was er en het ruggebruik van het paard was goed. En dan weet je van ik moet toch verder kijken dan die kissing spine naar management of rijkunst. Okay.
Nu wordt er in Nederland eigenlijk nog niet standaard of eigenlijk weinig gekeken naar mensen die op een paard zitten terwijl er een keuring gedaan wordt. Maar het kan wel, heb ik begrepen. Ja, absoluut. Ik denk ook dat dat een verstandig iets is om in ieder geval bij een keuring ook videobeelden te hebben van jezelf op het paard. Okay. Om dat eventjes te laten zien. En zeker vanaf een bepaald niveau is het wel handig ook om tijdens de keuring ook gewoon het paard bereden te hebben. Dat is toch de manier waarop je het paard gebruikt daarbij. Meestal wel, ja. Het lastige is dat het voor een keuring voor Nederlandse begrippen, dat het standaardiseren, wat we natuurlijk graag willen. We willen graag een zo duidelijk mogelijk antwoord geven, wat aan bepaalde standaarden zit. Dat het een stuk moeilijker is om dat onder het zadel te doen. Omdat je hebt daar veel meer factoren. Wie rijdt op dat paard? Ik kan niet goed rijden, kan ik niet goed rijden? Hoe was het harnassement op dat moment? Dus wat we natuurlijk proberen om zoveel mogelijk een medisch antwoord te geven, wordt dan toch wel wat gecompliceerder. Omdat je daarbij ook gewoon een rijtechnisch en management factor in. Maar ik kan me wel voorstellen, je zei net physics spines en een slechte ruiter, dat is niet de ideale match. Dus dan zou het wel mogelijk of handig zijn om te zeggen van, nou ja, weet je, rijd er even op. Dan kunnen we in ieder geval uitsluiten dat jij een hele slechte ruiter bent, die misschien beter niet of niet goed bij dit paard past. Ja, ik denk dat zeker, dat als je zulke afwijking hebt, dat klinisch onderzoek. Voelen van die rug, het goed aanvoelen van die rug, het bewegen, en zowel zonder ruiter als met ruiter. En het verschil daartussen, dat absoluut extra informatie geeft. Okay. Dus dan weten jullie dat je dus ook kan vragen, wil niet zeggen dat iedereen eraan wil voldoen, hier voldoen ze er dan wel aan, maar dat je dus kunt vragen dat als jij een keuring doet, dat je best even op het paard kan rijden en dat zo'n dierenarts, of veearts moet ik eigenlijk zeggen, die kan dan daar ook even naar kijken en misschien nog wel een paar tips meegeven of in ieder geval daar iets van vinden. Okay, nou dan ga je dus laten keuren. Er zijn allerlei keuringen. Wat is nou de ideale keuring? Ja, dat is heel afhankelijk inderdaad van de persoon. Dus voor mij is de ideale keuring is dus eigenlijk een aankoopkeuring. Dus iemand komt naar mij toe en die zegt van nou, ik wil dit. He, dit zijn, ik rij op momenteel rij ik op dit niveau. Ik wil een paard wat voldoet aan dit niveau. Dit is de toekomst. Allerlei zijvragen van wil ik een paard kunnen verzekeren? En wil ik een paard misschien nog ooit verkopen? En dan moet je ook rekening houden van wat voor die persoon geen probleem is, maar voor een ander wel een probleem kan zijn. Het verkopen wel een probleem kan zijn. En dan maak je daar eigenlijk een soort beeld van. En met dat beeld ga je kijken naar dat paard van ja, hoe is dat paard en welke risico's heeft dat paard? En past dat paard inderdaad qua risico's voor de gezondheid bij de ruiter. Ja. Nou weet ik dat er ook verkoopkeuringen zijn. Je ziet steeds meer op Marktplaats, Sporthorses enzovoort dat het paard al gekeurd is. Ja. Heb ik iets aan een verkoopkeuring? Nou, op zich wel. En in Nederland is het natuurlijk een van de weinige landen waar dat veel gebeurt. Mm-hmm. Dat komt natuurlijk ook omdat we een vrij handelsland zijn. En omdat er natuurlijk ook de vraag is bij met name jonge paarden, om te weten van zijn ze trainbaar? Zijn er problemen waardoor het eigenlijk weinig loont om die investering aan te gaan om inderdaad met dat paard te gaan trainen? En daarom worden vaak die paarden, worden er al foto's gemaakt om uit te sluiten inderdaad. Wel zijn er forse problemen, zijn er OCD fragmenten, is er spat, is er hoefcontrol, dus het oude niveau op het stijlbeentje. En dat geeft absoluut dat informatie. Alleen is het daarbij, als je voor een verkoopkeuring, weet je natuurlijk niet specifiek voor iemand wat hij wil gaan doen met dat paard. Nee, dat en wat zijn eerdere ervaringen zijn. Heeft die persoon al ervaringen met peesblessures? En is die daar erg gevoelig of angstig voor? Is het een handige ruiter of juist geen handige ruiter die inderdaad de rug soepel kan houden? Dus met een verkoopkeuring kun je veel minder specifiek, denk ik, voor de eigenaar adviseren dan je bij een aankoopkeuring kan doen. Dus eigenlijk, een verkoopkeuring is een leuke start, maar je adviseert daarnaast altijd nog een aankoopkeuring. Nou, sowieso, als je een paard wil kopen, zou je een klinische keuring zou ik gewoon altijd laten doen door een onafhankelijke dierenarts. Dus een dierenarts die niet de eigen dierenarts van de in principe van de eigenaar. Of er kunnen wel eens reden voor zijn dat juist wel zo is. Als een paard bijvoorbeeld bepaalde aandoeningen heeft en je weet daarvan en dan wordt daar goed mee gemanaged, dan kan het zeer simpel zijn om juist wel die dierenarts te gebruiken. Omdat die precies weet van dit is er aan de hand en zo
zo hou je hem aan de gang. Maar dan krijg je ook daar de juiste informatie over. Dus het hoeft geen probleem te zijn om je eigen dierenarts te laten keuren? Nee. Okay. Het is alleen natuurlijk van als je een andere dierenarts laat kijken, die kijkt gewoon fris naar. Ja. En die heeft geen belangen. Die kent het paard niet. Geen belangen, maar ook niet dat hij al een beeld heeft van dat paard. En dat kan natuurlijk, ik denk dat bij een frisse start dat ook een gezond iets is. Heel goed. Nou, er zijn verschillende videobeelden natuurlijk al van keuringen. Er gebeuren ook allerlei dingen met videobeelden. Hoe sta je daar tegenover? Nou, op zich zijn wij wel positief, staan we over het video van een keuring, omdat maakt het meer duidelijk van waar bestaat de keuring uit. Bovendien heb je het altijd voor alle partijen, heb je het gewoon liggen en kan iedereen kijken waar bestond de keuring uit en hoe zag het er toen uit. Het lastige, de enige kanttekening die ik er altijd bij heb, is het beoordelen van de video's. Ja. Dat vaak toch altijd een subjectief iets blijft. En een video is toch niet zoals je hem bekijkt in het echte paard. Nee. Dus als je met terugwerkende kracht en met meer kennis naar een oude video gaat kijken, kan het best zijn dat je daarop dingen opvallen die je in eerste instantie niet zag. En bovendien zijn er dan ook verschillende meningen. Het recente geval waarbij er inderdaad problemen zijn geweest over het filmen van de keuring, merk je dat dezelfde video eigenlijk naar heel veel dierenartsen over de wereld verstuurd is. En daarbij heel veel verschillende meningen terugkwamen over hetzelfde paard naar aanleiding van de video. En dat is ook iets wat eigenlijk blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Er is ook gewoon onderzoek naar gedaan dat zet dierenartsen bij elkaar in een ruimte en laten ze dezelfde film zien. Dat ze daar toch hele andere conclusies uit kunnen komen. Dus ik denk, een video is absoluut waardevol om erbij te hebben. Maar het vervangt absoluut niet in real time gewoon kijken naar het paard en het paard voelen. En nu heb je mij een formulier gegeven en dat was eigenlijk een verkoopsverklaring. Klopt. Wat kun je ermee, wat kun je er niet mee? Nou, wat veel mensen het niet weten, als een paard hier gekeurd wordt, is het natuurlijk een momentopname. Ja. En op dat moment beoordeel je een paard, kijk je van is dat paard, hoest hij op dat moment, maar hoest hij toevallig niet. Dat wil niet zeggen natuurlijk dat er niet iets geweest kan zijn in de afgelopen tijden. Met de kreupel lijkt precies hetzelfde, hij kan perfect lopen op dat moment. Terwijl hij in de weken daarvoor toch wel problemen heeft gehad, of wel rust heeft gehad, of waardoor het minder duidelijk is op dat moment. Dus wat er bestaat zijn gewoon verkopersverklaringen, die eigenlijk samen met de verkoper invult, waarin de verkoper verklaart dat hij het paard niet behandeld is, dat hij of die allergieën heeft, of die gewoon vol in arbeid staat. En dat je in ieder geval daarover gesproken hebt en ook een soort wit hebt staan, dat daar geen verrassingen uitkomen. Goed. Ik zal een link hieronder plaatsen naar dat formulier. Mocht je dan een paard gaan kopen en misschien zelfs willen laten keuren, kun je het formuliertje even downloaden en dan kan je het zelf even invullen. Ik begrijp dat jij het vooraf graag ook even ziet, het formulier. Nee, ik wil in ieder geval besproken hebben dat mensen weten dat het bestaat. Okay. En dat ze dat inderdaad eventueel kunnen invullen als ze dat willen. En mochten daar inderdaad dingen naar voren komen over allergieën of iets anders wat besproken moet worden, dan is dat natuurlijk absoluut. Hè, dus bekende dingen zijn natuurlijk staart- en maaneksem, waar je in bepaalde delen van het land daar wel last van hebt, bepaalde delen van het land daar minder last van hebt. En dat is natuurlijk, als je maar weet dat zo'n paard daar last van heeft, is het wel belangrijk om dat inderdaad van tevoren te weten en te besproken te hebben van hoe gaan we dat aanpakken. Ja. Nou, op het moment dat je dan een pony gevonden hebt, in mijn geval of een paard, en dan gaan we met jou een afspraak maken, dan ga je keuren. Ja. En dan zijn er toch wel wat dingetjes die je van tevoren misschien al zou willen weten. Ja, als er zo, indien dat beschikbaar is, is dat inderdaad altijd fijn. De vraag is een paard eerder al gekeurd, zijn al eerder foto's gemaakt. Is het handig om die foto's alvast te sturen en alvast te bekijken daarbij? Let er wel op dat we het liefst wel altijd in het originele formaat, dus in DICOM formaat, opgestuurd hebben. DICOM? DICOM. DICOM. Ja. Dus we willen geen JPEG. Nee, JPEG zijn tegenwoordig met de apparatuur wel redelijk goed te beoordelen. En het makkelijk voor JPEG is dat ze ook makkelijk via de mail gestuurd zijn. DICOM is veel groter, maar de DICOM die kunnen we in ons programma donkerder maken, lichter maken, vergroten. We kunnen veel meer over zeggen. En bovendien, met een DICOM formaat is een origineel formaat waar je niet mee kan photoshoppen of iets anders aan kan veranderen. Dus dat geeft ook wel een gerust gevoel daarbij. Oké, dus dan kan het gewoon via de transfer of op een stukje gestuurd even op. Ja, voor eventueel inderdaad als je beelden hebt van het uitproberen van de pony onder het zadel, dan zou je die alvast kunnen opsturen dat het kunnen.
kunnen bekijken, dan zien we daar bepaalde dingen op waarvan we zeggen, nou ja, dat heeft speciale aandacht nodig tijdens, tijdens de keuring. Of we kunnen het daar van tevoren over hebben. Oké. En is het dan ook nog zo dat als je die beelden van tevoren hebt en bepaalde dingen al ziet, dat je dan eigenlijk al kan zeggen van nou, we gaan niet over tot keuring? Dat kan. Gebeurt dat wel eens? Dat gebeurt. Oké. Okay. Ja. We krijgen wel eens bijvoorbeeld paarden die, waar eerst foto's van gemaakt zijn in Spanje of in Portugal, die geïmporteerd willen worden. En dan krijgen we als foto's inderdaad waarvan we zeggen, nou ja, daar zien we toch dingen op waar ons niet verstandig lijkt om, om de hele gang om de gang te zetten. En om inderdaad een paard eerst hierheen te halen en dan hier teams te keuren. Ja. En dan vervolgens af te keuren om terug te sturen naar Spanje. Ja. Dat is niet anders. Of een negatief advies te geven. Ja, dat was het. We doen niet meer afkeuren. We hebben tegenwoordig een negatief advies. Precies. Oké. Okay. Dus je hebt dan een aantal dingen van tevoren nodig. Nou, die gaan we dan verzamelen als die er zijn. En dan doen we dat op de mail. Ja, prima. En dan kan jij dat van tevoren even kijken. Ja, meestal via WeTransfer kan je de grote bestanden gewoon, gewoon sturen. En dan, ja. Dropbox. Precies. Moet lukken. Helemaal goed. Oké, dan tot zover. In ieder geval dank voor al je informatie. Graag gedaan. Mochten jullie nog vragen hebben of hele specifieke dingen willen weten, laat het weten. Zet het hieronder in de comments. Dan gaat Franklin er vast nog wel even naar kijken, denk ik. Of ze stuurt het door en dan kan ik het daarna op antwoorden. Precies dat. En dan komen we daar in de volgende video op terug. Franklin gaat dus de nieuwe pony van Tessa keuren. Welke pony dat wordt, weet ik op dit moment niet. Omdat we nog helemaal geen pony gevonden hebben. En we eerst wel gaan verkopen. Verkoopkeuring gaan we dus niet doen. Omdat we helemaal niet een ruitertje hebben die al bij Bel past. En dan is het dus verstandiger om als koper alsnog de koopkeuring te doen. We hebben Bel ook 2 jaar geleden helemaal laten keuren. Ook röntgenologisch laten keuren. Dus wij gaan die beelden wel opvragen. Het keuringssupport heb ik nog, maar de beelden moet ik even opvragen. Zodat de nieuwe eigenaar die gewoon naar haar eigen dierenarts kan doorsturen. En daarna kan laten kijken. Ik wil je bedanken dat je hier mocht zijn. Ja, graag gedaan. Dat was, En dan zien we jou binnenkort weer. Ja, gezellig. Helemaal leuk. Succes met zoeken. Dat is toch wel, wordt toch wel een dingetje, jongens. Ja, ja, precies. Oké. Okay. Ik hoop dat jullie wat leuks tegen. Vast en zeker. Dank je wel. Gaat zien.